Ja, die had toch geen leuke naam. Nee! Dat meen je! Nee! Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Black and White 2 Soul Link met Sander van Gaming SB. Ja. Oh, oké. Okay. Dat was lekker droog. Vorige aflevering hebben we ons tweede pair, nou, onze eerste en ons tweede pair gevormd. En nu gaan we naar hopelijk ons derde pair. Sander, breek het maar af. Ga maar in de lul staan. In de lul. Ik mag in de lul. Waarom ben ik altijd de lul? Oh nee, ik ben in de lul. Never mind. Nou, straks kom ik eruit. En dan ben ik de eerste. Oh. Oeh, Swellow. Oeh, dit... Deze I dig. Ah, weer een fossil en een steel Pokémon. Deze is ultiem onmogelijk om te catchen. Willen we het proberen? Ja, we hebben toch niks ja, tot de eerste geen... gym. Nee, en de dat... eerste gym krijgen we ook vet veel monies, dus... Daarom. Kan hem rappen. Je mag haten. Ik ga geen headbutt doen, dat is te goed. Ik ga tackling. Weet je, dat killt niet. Dus ik 3 levels hoger. Swallow is een bulky bot. Oké, okay, ik had verwacht dat die bulkier boy zou Swallow zijn. Is geen bulky boy. Ik denk, kijk dan naar... Hij is echt zo'n beast, weet je wel. Een ultra beast. Nou, dat niet, maar wel zo'n beast. Ik denk aan zo'n alpha male. Het is ook female, ik zie het nu. Dat is het. Shit. Alpha female. Oh, wacht, is dit... zo kom ik er weer niet goed uit, hè? Oh. Nee. Kabooming! Hij heeft hem alweer. Oké. Okay. Ja. Ik wacht heel even mijn pokeballs gooien. Ik ga nog heel eventjes. Hij was gewoon... Dit is een steel rock Pokémon die geparalyzed is. En hij is sneller dan mijn Dragonite. What frick. Ja, dit slaat helemaal nergens op. Oeh, jij hebt 15 van die Pokéball links. 13 eigenlijk. 14 bedoel ik. Kom op, vanging hem. Illegaal? Wat? Nou, dat weten we nog niet. Anders moet ik straks even een andere naam verzinnen. Maar 3? Ja, oh. Fuck! What the fuck? Ja, als hij illegaal is, noem ik hem illegaal. Dan weten we, deze boy mag niet. Mag niet. Weet je ook al een naam als hij niet illegaal is? Denk aan het verzinnen. Oh, ik ga... Heel snel. Ja! Yes, baby! Oké. Okay. Nice. Had ik echt niet verwacht. Nee, dit is wel echt heel ziek. Swallow, more like swallow, more like slikje. Nice. Bastiaan? Ja. Bastiaan de Bastiodon. Van de Zoop. Ah. Ja, ze zijn allebei nog paralyzed, dus laat ik vooral heel... Dus ik ga even healen. Ga jij maar verder. Top. Ik wou ook healen. Oh, dat mag ook. Dat mag ik ook, King. Kijk, weet je wat het kut is in het begin? Ik wil nu graag Line Hoon trainen. Trainen, ja, datzelfde maar heb ik ook. Ik durf niet, in. Nee, ja, ik heb hetzelfde. Eén area trap en je bent fucked. Yep. Dat is altijd eng. Yo, ik ben wel echt blij. We hebben in ieder geval 3 Pokémon. Yep. We hebben het wel eens slechter gehad. Dat klopt, ja. Even kijken. Bastiaan, wat heb je voor... Waterfill. Oh, pretends from getting a burn. Ik dacht, kan niet door water worden geattacked. Ja, dat was wel goed. Zijn. Oh ja, Trace, die wist ik al... Oh, ja! Dit is fucking epic!
Oh, die is lekker fucking goed. Die is fucking goed. Deze pair mogen we niet verliezen. Deze Swallow is echt een beast. Ik zei toch dat het zo'n bulky boy was. Nou, niet helemaal, maar... Dat ging wel half dood door een tackle, maar... Bruh. Dat is fucking goed. Dit is... Oh, hey, als Swallow wordt alleen, MVP. Je hebt alleen ijs als weakness nou. Rock? Oh ja, Rock. Oh ja, never mind. Maar alsnog, het zijn er maar twee. In principe, de meeste hebben meer. Volgens mij is water een van de weinige die maar twee weaknesses hebben. Mm-hmm. Oh, meteen weer een battle. Ja, tegen Sandering. Tegen Milan in. Oh, hij heeft nog wel steeds die Breloom. Oh ja, zijn Cresselia, kutzooi. Oh, kutzooi, ja. Bedenk me nu. Okay, nou, Burke is super effective. Burke is super effective. Wacht. Daar ging Butterfree. Nou, dat was je sick to good. Boeie, die had toch geen leuke naam. Nee! Dat meen je. Wat gebeurde er? Nee. Wat deed hij? Tackle. Wat? Deze gast moet huge power hebben. Hoe dan? Ja, what the fuck. Ah, oh, wat kut. Nou, weet je nog dat ik zei... Yo, Swallow mag niet doodgaan. Hij is dood. Oh ja, hij gaat weer dubbel teamen. Fuck. Ik baal echt van. Ik Swallow. Snap ik. Nu wil ik gewoon maar één pair. Ik dacht echt van... Grass fighting. Perfect. Swallow, mooi. Fijn dat ik die voorop heb gezet. Kan die niet eens een tackle tanken? Wat kut. Je zou zeggen dat jij inderdaad... in het voordeel zou zijn. De fans is ook niet zo laag, 12. Nee. Nou, ik vind het telt niet. Die def telt gewoon niet. Official. Ik ben wel heel erg benieuwd nu naar die Breloom's ability eigenlijk. Kunnen we dat zien op een bepaalde manier? Nou, ik denk het niet. Alleen met zo'n ability dat je de ding kan... Trace! Doen. Maar... Ja. Ik kan het doen. Ik heb de Trace ability. Natuurlijk, op Linoon. Alleen die is dood. Boeien. Die is toch dood. Maar dan heb je het wel... Oh, ja. Of is het officieel vals spelen? Nee hoor, nee. Intimidate? Ah. Maar nee, maar dat kan weten? Niet. Dan had je dat moeten weten. Ja, maar dat kan dat ik niet opgelet heb. Maar... Hoe dan? Oh, dat was niet de bedoeling. Nee, maar hoe kan het dan dat tackle mij killt? Is het... Tackle ja, van dan een guy was, 3 levels hoger? Ja, ja, dan was Swallow gewoon niet zo goed. Shit, man. God, ik ben zo blij dat ik geheeld heb. Ik hielde omdat ik dacht van oeh, als het een crit is, kan ik dood zijn. Hield ik, critte die me. Ik had echt veel geluk. Daar ga je nog wel moeite mee hebben, denk ik. Dat is wel leuk, hè, want hij is nooit geparalyzed. Nee, tuurlijk niet. Uh-oh. Mijn neus niet dom aan het doen, hoor. Verder, nee. Ik had echt voor Cresselia moeten gaan. Maar ik dacht van, dat is niet zo'n hele sterke legendary. Ik had het beter wel kunnen doen. Ja, maar het was wel een legendary geweest. Hey. Ik baal zo van Swallow. Snap ik. Ook gewoon... Alle twee direct achter elkaar ook. Oh, ik ben geconfused, kutzooi. Deze bloem is ook helemaal niet. Oh, ik heb geen potion meer. Wat doet deze hier? 20 points, oké. Dat is wel sweet. Dat klopt, ja. Het stond namelijk in de naam. Mm-hmm. Absorb, nee, dan heal jij weer. Tuurlijk hit ik mezelf.
Balloon. Die kan kapot op. Maak je helemaal kapot. Ja, Sander, ik weet niet of ik dit ga overleven, hoor. Want ik heb geen heals meer. Oh, fuck. En ik mis hij heeft natuurlijk de double team strat nog steeds. Ja, daarom mis ik ook de hele tijd. Oké, ik heb het overleefd. Nu jij nog. Maar hij is ook paralyzed, hè? Dus het kan nog. Ja, maar ik heb ook bijna geen... ik heb nog maar 1 pp voor twisten. Oh ja, ik... Ja, zie! Wacht, heb je gewonnen? Ja! Yeah. Yes! 800 coins. Maar ja, we hebben... Nu moeten we ik met 1 per veel de XP. Ja, maar is het niet ook zo... Dat de tweede gym ook geen nieuwe encounter hadden of zo? Je had echt heel weinig voor de eerste 2-3 gyms. Dat klopt, ja. Dus het wordt echt heel lastig. Het wordt echt heel kut. Ik heb een potion. Fuck! Ik ga hem al even. Moet ik nu niet zo'n herdier vinden? Of zo'n petalil? Ja, maar ik ga eerst eens eventjes de Pokémon's boxen die dood zijn. Oh, dat had ook gekund. Dat doe ik ook wel aan. Ik baal. Snap ik. Hoe gaan we tot de tweede gym met 1 per volhouden? Ja, heel veel trainen. Heel veel trainen. Nou, we hebben wel geluk dat onze per wel redelijk goed is. Nou ja, ik ben nog niet heel tevreden over mijn Dragonite, als ik heel eerlijk ben. Nou, ik hoef helemaal niet te healen. Ik moet gewoon mijn boys wegleggen. Fucking Swallow. Ben je zo blij met zo'n Swallow, en dan? Dan gaat het heel snel mis. Maar jij hebt toch dingetje voorop gezet, terwijl je dat eigenlijk niet wilde doen, zei je eerst. Nee, ik zei alleen dat ik het spannend vond. Ah, dat dacht ik. Ja. Ik dacht, hoe kun je multiselect... Oh, dit is multiselect, zeker. Ja. Ja, oké, dit was multiselect geweest. Nou, ook goed. Ik ga nog wel veel potions kopen, want ik merk alweer dat ik die nodig ga hebben. Ik heb ze nog niet nodig. Maar misschien wel handig om even te kopen trouwens. Ja. Pokeballs 8, daar hoef ik voorlopig niet bij te kopen. Nee, want we hebben voorlopig geen pokeballs nodig. Ja, daarom. Dan maak ik hier gewoon alles aan op. Weer een interessant begin van... Spannend wordt het zeker. Ja. Wishmer. Yep. Zo. Ik had die Pokeball pakken. Er zou maar net een nugget in kunnen zitten. Die zou ik best goed kunnen gebruiken nu. Ja, dat is wel sim. Godver. Ik wist niet dat zij ook een trainer was. Maar dat is op zich niet erg, want daar krijg je alleen maar geld voor, hè? En XP. Ja, maar... Ik denk dat we juist zoveel mogelijk trainers moeten gaan verslaan. Als we willen gaan. Jij bent rocken. Ja? Ja, dus dan... En steel? Ja, maar dat is niet super effective, toch? Vuur. Echt? Als jij rock bent? Weet ik niet. Nee, ik weet ook nooit. Ik snap dat ook nooit allemaal. Ik haal ground en rock altijd door elkaar, dus... Mm-hmm. Anders basically in mijn ogen hetzelfde. Ja, ben ik het mee eens. Dat is alsof ze... Ja, we hebben de ice typing en oh... Oké. En oh, dat de sneeuw type. Ja, we hebben nu de ice type en de kou typing. Mm-hmm. Oké, gozer. Oké. Hey, afval. Nee, daar word ik vrolijk van. Niet. Twister Rodriguez!
Kijk, dat is tenminste damage. Oh, dit ook. Ach, poisoned. Ugh. Flinch, kijk, dat is goed. Ik ga... misschien ben ik wel een beetje saai, maar ik ga gewoon weer healen zo, hoor. Want ik durf het gewoon niet aan. Met de gepoisoned. Jezus, wat ben je saai. Nee, grapje. Oké, okay, dan ga ik wel dood. Het is omdat je het zelf zei. Nou, doe maar dan. Doe dan. Nee. Echt, bluff. Bluff. Ja. Oh, blijkbaar kan Twister ook flinchen. Dat is nog geen één keer eerder gebeurd wanneer ik het nodig had. Ja, Headbutt kan schijnbaar ook flinchen. Heb ik deze battle gemaakt. Ja, dat wist ik wel. Van Headbutt. Nou, maar ik heb net even getest. Je krijgt ook weer geen geld van de vrouwke. Echt niet te geloven. Oh ja, hier even $10. Oké, gozer. Dan had ik net zo goed niet tegen je kunnen vechten. Ja. Het is echt Gen 5. Heeft weer genoeg redenen gegeven. Nu al. Waarom moet ik kut Gen 5? Dat is ook vet geweest. Klopt, alleen heel moeilijk te vangen, denk ik. Ja, ik ga deze runnen, want... Dat zou ik wel doen, ja. Hoe heet dat? Mudshot is niet zo goed. Mudslap is het zelfs. Kut items. We hebben echt weer... Het gaat weer echt goed, Sander. Oeh, een Gebite? Ja. Die had ook leuk geweest. Alleen het duurt wel lang voordat hij evolueert. Ja, en ik denk dat die ook niet makkelijk geweest was. Met ze vangen. Misschien Gibble dan nog wel enigszins, maar... Gibble. Oh jee. Ik liep terug en toen dacht ik, oh hij doet het niet en toen deed hij het toch. Ik heb nog een idee hoe we nog een pair kunnen krijgen. Cheaten? Nee. We gaan shiny hunten. Shiny hunting, baby. Let's go. Is dat in deze game niet odds 1 op 8000? Ja. 8192? Ja, alleen dit is wel de eerste game waar de shiny charm in zat. Die heb ik nog niet, volgens mij. Nee. Ik heb eventjes nagedacht. Volgens mij heb ik die nog niet. Wat ga je nou weer doen dan? Nou, ik dacht misschien is nog ergens een item. Ik moest heel erg hard denken rust, jongen, wat je bedoelde. Bedoel je nou TM? Bedoel je nou HM? Nee, HM zit er niet in deze fase van de game, maar ik bedoelde item. Maar je zei niet iteming of iteming. Dus daardoor raakte ik in de war. Sorry. Sander, ik heb Gordy gevonden. De janitor. Weet je nog wat er van is? Gordy? Oh, een ijs-Pokémon. Gordy, van die guy die altijd achter de Weasel aan zit. Ja. Wacht, dat was Gordy. Ik moet tegen een ijs-Pokémon, Sander. Ja, en? Oh, nee. Ja, maar Cilio kent nog geen ice-types, toch? Alhoewel, ijsbal. Volgens mij ijsbal, ja. Dat is op zich wel eng. Oh, oké. Niks aan de hand. Ik ben heel erg blij dat ik Thunder Wave kan. Nothing on the handing. Ja, dat heeft je nu wel echt geholpen. Level 11. Dat is alleen maar een Pokeball. Een Raspberry. Nee, daar word ik vrolijk van. Hé, een P-Dove. Ja, dat is geen probleem. Dat is zo'n duivie. Ja. Duif de Pokémon. Ja. Tropius. Waarom is met rust, jongen? Nee. Hey, een Paralyze Heal. Hey, een Tropius. Dat is niet. Ja. Een Troviale Tropius. Flame Body. Oeh. Pokeballing. Choice Packs? Wat? Oh, dat is wel gunstig. Oh, crit. Lekker bezig, Iron. Booming. Lekker. Kaboom. Kaboom. Sorry. Ik deed hem niet goed de eerste keer. Hé, een Toto Delay. Oh, die wil ik shiny nog steeds. Metal Claw. Thank God. Tackle. Gaat niet. Metalen Claw. Nu heb ik wel echt niks Rodriguez. Om... Ja, oké. Ik heb nog steeds die mutslaap. Trouwens. Om Pokémon te vangen. Ja. Was dit niet ook die game waar je bij Black geen encounter kon krijgen voor een gym en bij White juist wel of andersom?
Nou nee, je kan wel de encounter krijgen. Alleen dan moet je nog een trainer bevechten van tevoren. Was dat het niet? Oh, dat kan het ook wel geweest zijn hoor. Moet even checken, maar dat is inderdaad ten noorden van Castelia. Dat hadden wij toen. Ja, die video's zijn volgens mij allemaal nooit online gekomen. Nee, omdat het zo slecht was. Kijk. Weet je, die Soul Link van Leaf Green en Fire Red, die viel nog wel mee. Ja, vergeleken met dat. Best wel ver gekomen op zich, maar. Maar. Ja. Nou, uiteindelijk. Het begin is vooral moeilijk. Wow, TM1 Hyper Voice. Dat is best een goede aanval, toch? Volgens mij wel. Het klinkt wel goed. Ja, ik weet niet of het recoil heeft. Nee, dat denk ik niet. Ik ga eens kijken straks. Misschien dat ik die... Rolling nog, kick. They see me rolling. Rolling kick, ja. Dat JK Rolling. Ja. Zoals in je clipcompilatie laatst in. Ja. Ik ga eens heel even kijken of ik die kan leren. Leering. Dat is ook zo'n move. Even kijken, 90, 100 accuracy. Oh, dat klinkt heel best goed. Best een goede aanval. Dat klinkt heel goed. Hoe heb je HM trouwens gedaan? Dat iedereen gewoon alles kan leren, hoop ik. Ik denk het. Oh. Ja, rolling kick is het natuurlijk ook niet. Ja. Nee, een hyper voice is normaal. Wacht. Oh, is het hier al dat je de TM's houdt? Ja. Wat nice. Dat is vanaf Gen 5. Oh, dat is super nice. Daar ben ik echt blij mee. Dan ben ik vind ik het helemaal niet erg dat ik Rolling Kick... dat ik Hyper dat Voice heb geleerd. Ja. Ga je nou niet mijn TM stelen, gast? Oké, okay, what the fuck? Doe je thief of zo op mij? Of, Ja, ik ben zo'n thieving. Dit is ook zo kut. Ik zag die Bastiodon en ik denk, hoeveel geluk hebben wij gehad met die Bastiodon? Maar ja. Oh nee, toch niet. Toen ging die dood. Hoe krijg je die pokebal ooit? What the fuck? Dan moet het sneeuw zijn. Nee, herfst zijn. Dan liggen de bladeren, dan kan je over die bladeren heen lopen. Oh, dan moet het even gauw herfst worden. Mm-hmm. Maar dat duurt nog wel lang. Hoezo denkt hij ook dat het winter is? Het is fucking april, gozer. Volgens mij denkt hij niet. Volgens mij denkt hij gewoon de eerste keer dat je de game opstart, dus het is winter. Nee. Dat is omdat het april is. Het wordt zeg maar elke maand een andere jaargetij. Oh, dus de volgende keer wordt het lente? Vier dagen? Als wij in mei op gaan nemen, dan zal het lente zijn, denk ik, ja. Oh. Of hoe zullen we het in het Engels zeggen? Lanting. Lanting. Oh, jij bent er goed in, het. Waarom heeft hij nou weer een Cyndaquil? Slow start, oké. Ik ben dan slow niet meer start, Cyndaquil. Ik ben niet meer bang. Twister Rodriguez! Ik ben official niet meer bang, Ing. Ik heb de Exugue verslaagd. Het valt me nog mee, ik dacht echt van... Welk level is jouw Aggron nu? 11. Oké. Okay. Ik denk op zich dat we het nog best wel kunnen redden. Tot nu toe. Nu hebben we inderdaad, wat jij zei, geluk dat we relatief goede Pokémon's hebben nu. Om mee te beginnen. Ik ben niet blij met Meryl. Dat is en superfective tegen Rock. Ja, en Metal doet daar niks. We kijken bij Pers trouwens wel alleen naar de primary type, toch? Ja. Ja, ja, klopt. Laten we Hyper Voice een keer doen. Hyper Voice in je gezicht doen! Dat gaat gewoon niet KO. Oh, hij is niet eens dood? Wauw. Doe even normaal, Carablast. Level 12, Ing. Lekker, Ing. Wat? Is hij nog niet dood? Wat heeft deze Carablast gegeten? Weet ik niet. Ik was er niet bij. Maar hoe konden we nou nog een Pokémon krijgen eigenlijk? Shiny Hunter. Oh ja, Shiny Hunter. Daar hebben we het wel over gehad. Je kan rechts van het huisje waar je nu voor staat, kan je nog lopen. Misschien dat daar nog een item ligt. Oh ja, dat ga ik even kijken. Oh, ik heb een medaille gekregen. Wat leuk. Een medaille? Ik vind het wel weer iets voor Nando om al die medailles te gaan verzamelen. Mm-hmm. En dat dan te gaan speedrunnen. En dan op derde of zo te eindigen, ja.
Maar daar rechts kan je ook nog lopen. Oh, ik dacht dat je... Dan kan je helemaal verder lopen. Alder, laat me niet rest. Oh, dit telt nog als... route 20, denk ik. Oh. Shit. Hier kan je een van die... honden laten, of honden van die soorten Tracheon kan je hier halen. En zo. Nee, volgens mij kan je Phyrexian hier halen. Oh, ja, oké, maar... Ja. Ja, maar dit is dus niet... Sowieso nee, ook geen niet. Gras, dus... Nee, maar ja, wel water. Voor een pokeball heen. Je weet dat ook er hidden grottos in deze game zitten. Van die hele kleine gaatjes tussen twee bomen. En daar kan dan of een goede item achter liggen of een Pokémon. Nu wel. Ja, nice. Ik ken deze game amper, dus dat wist ik niet uit mijn hoofd. Nee. Hoezo staat er bij jou een man en bij mij niet? Heb ik iets misdaan? Oh, dan heb ik iets gedaan waarschijnlijk. Waardoor ik coole medailles kan fixen. Oh. Waar moeten we eigenlijk naartoe? Wij moeten heel even wachten totdat Alder ons bespringt. Yo, ik spring even van een berg af, Bonk. Ja, natuurlijk. Dat doen Alders. Or I'm burying. Het is wel de champion met de vetste tune. Moeten we Alder nu volgen? Nee, toch? Nee, we moeten terug naar de eerste gym. Die zit namelijk in je beginstad. Ah. Dat is nieuw. Dat is wel nieuw, ja. Ja, ja dat bedoel ik ook met dat is nieuw. Aspertia City. Oh, dat is daar. Ja, oké. Okay. Ik zat al heel stiekem bij jou te kijken van... Waar zit die gym van weer? Ik weet het al. Ja, als de gym goede Pokémon heeft, dan zijn we wel echt fucked. Ja hoor, Freshing Watering. Oh, dat is wel ziek. Nou, Charin. Charin, Flickerobbing. Hij was je rivaal in Black and White 1. Ja, dat weet ik. Oh, nou, sorry. Zo bedoelde ik het niet eens. Oh, oké. Okay. Gaan we al die mensen verslaan? Oh, jij wel. Ja. Volgens mij moet dat in deze gym ook. Oh. Tro, ik gooi met jou straks. Wow, level 9. Sigalif. Okay. Ja, maar level 9, Sandring. Ja, nou, ik ben level 12, dus dat is op zich niet zo erg. Behalve Donderstraal, dat... Wave. Hij heeft natuurlijk 2 Pokémon. Dus de gymleader zal wel rond de 12 zitten, denk ik. Dat denk ik ook. Miracle Eye. Nou, zo... Miracle was het niet. A miracle looking in my life. Oh, nu wordt hij normal type. Omdat hij color change heeft. Lol, maar dat is wel gunstig. Als tegenstander dan. Gust. Doe maar zo'n windje. Ik vind best. Le woosh, le splash. Oh, nu wordt hij dragon. En dan kan ik zo meteen twister doen en dan doe ik super effect. Super effectiveness. Dat is het voordeel van Dragon, dat die Dragon goed is. Kibooming! Ja. Een Cacturn, oké. Okay. Donderweef. Het is Cactusman. Cactusman? Heb je ook kak eromheen, man? Ja. Oké, okay, nice. Kak erop, man. Nice. Kak eronder. Ik vind die ik zo net noemde leuk, omdat het woord kakker erin zat. Oh, ja. Yeah. Kakker op, man. Moet je wel oppassen dat je... Ja. Anders klinkt het heel anders. Ik dacht, ik geef het geen aandacht, dan heeft niemand het in de gaten. Maar helaas. Oh, sorry. Nee, ik bedoel dit... Niet zo. Ik bedoel gewoon als in het woord kakker. Oké. Pedro.
Oké, Pedro is verslagen. Laten we die tweede nog doen en de gymleader voor de volgende aflevering. Oh, de gymleader. Ja, maar straks gaan we dood. Nee. Ja, boeier. Ja, dan moeten we meteen weer zo'n re-randomizing. Ja, maar dan beginnen we de serie ook gewoon opnieuw. Oh, ja, dat is fair enough. Fungus, easy killetje. Habit, de parting. Ja, maar als hij één goede Dragoon Pokémon heeft, dan ben je kapot, denk ik. Dat klopt, ja. Als die van mij één goede Fire-type heeft, ben ik kapot, denk. Oh, en dat is dus neutral, dus dat is wel gunstig. Ik denk dat jij heel erg op moet passen voor Ground Pokémons. En oh ja. En Rock misschien ook nog wel. Nee, Rock niet. Nou, maar Rock resist Rock niet, hè? Nee, maar Steel dan. Steel is toch niet super effectief op Rock? Rock is toch niet super effectief op Steel? Wacht, was ik low health of deed dat nou echt zoveel? Dat weet ik niet. Fuck, ik heb beter om toch. Ik weet ook niet wat hij deed. Was het nou flame burst waarschijnlijk? Oeh, ja, dat zal heel veel damage doen. Oh, ja, dat deed wel veel. Nou, ik kan het niet overleven. Maar Flame Burst geeft recoil, toch? Nee. Nee? Nee, dat is van de dingen die ik... Nee. Oké, op zich Confuse Ray, dus ik ben niet gedamaged. Dat is inderdaad positief. Oh god. Oh nee, Mudsup werkt niet. Of wel? Jawel. Hij heeft toch Levitate? Meer... Oh, heeft hij... Nee, want het is toch randomized? Oh ja. Nevermind. Ik vind voor een super effective aanval dat het wel weinig damage deed. Ja, dat zeg ik. Mudslap is tearing slecht, zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. Want tearing is een Engel. Oh jee, als je jezelf hit. Nee, nee, nee. Oké, je leeft nog. Heel ziek, oké. Die fresh water doet dat meer. Oh, doet dat meer. Ja. Ja, oké, dat gaan we doen. Oh, ik vind het wel fijn dat ik nu je scherm kan zien. Ja, anders dan had ik het per ongeluk verneukt waarschijnlijk. Nou, Hex, dat wil ik niet per se zeggen, maar dat vind ik wel... ik vind het wel gewoon fijn, want dan hoor je alleen maar jouw stem van... Oeh, ah, oeh. En nu kan ik gewoon zien wat er gebeurt. Ja. Ja, moet ik muts op gaan? Ja, haast wel. Ja, dat zou ik wel. Dat is je beste kans. Yes! Oké, ik ga dit winnen, denk ik. Oh god. So, accuracy fell wel. Dat klinkt als een hele rare zin, maar dat boeit niet. Snapped out! Oké. Okay. Maar zijn accuracy gaat omlaag. Dat is het enige voordeel. Ja, ik kan... Ja? Nu al? Ja, maar Sander, als je doodgaat, dan heb je echt spijt van dat je geen voerenstof... Ja, trouwens, je gaat niet dood, denk ik, hè? Ja. Kan je ben je geconfused nog? Nee, dat ben ik snapped out. Nee, dan durf ik het wel aan. Want ik heal steeds meer dan dat hij damage doet wel, volgens mij. Never mind, volgens mij doet hij evenveel damage. Fuck. Nog een keer healen? Ja, dan moet ik haast wel die veel restore trouwens. Anders dan wordt het gewoon een stalfest. Daarom. Oké, ik doe nog één keer. Yes, avoid het ook nog. Nice. Oké, nu heb ik hem. Kabooming baby, kabooming. I avoid it weer, nice. Nice, oké. Okay. Still nice. Ziek. Lekker. We're not done yet, baby. We're not done yet. Gelukkig. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze tweede aflevering van de Black and White 2 Soul Link met Sander van Gaming SB. Ga naar Sanders kanaal, die vind je in de beschrijving. Super. Ik zie je heel graag bij de volgende aflevering. Sander, heb jij nog wat te zeggen? Hopelijk tot later. Joe, adios. Later.